Ondanks het feit dat er een verbouwing plaatsvond, hebben vorig jaar meer mensen dan in 2009 de studiezaal van Tresor in Leeuwarden bezocht. Ruim 36.000 mensen maakten gebruik van de studiezaal. Nog eens ruim 15.000 mensen kwamen naar tentoonstellingen en rondleidingen. De hoofdwebsite van Tresor, www.tresor.nl, trok in 2010 een kleine 50.000 mensen, meer dan in 2009. Ruim 1,1 miljoen bezoekers. Subsites van Tresor zoals friesfotoarchief.nl en frieslandzoalshetwas.nl verdubbelden zelfs hun bezoekersaantallen. In totaal ontvingen deze sites bijna 3 miljoen bezoekers.